Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boogschieten. Er zijn weer ontzettend veel vragen binnengekomen. Ook wel heel veel vragen natuurlijk over de bekerfinale. Hoe we daartoe gekomen zijn. Toch een stukje wat achter ons ligt. Maar ik vind wel dat jullie recht hebben om op een aantal vragen antwoord te krijgen. Gelukkig ook heel veel vragen over feesten. Laat ik daar niet te veel op vooruit lopen, want het is altijd slecht als je op feesten vooruit loopt. Maar in ieder geval gaan we er wel even in de komende 5 of 10 minuten op in. Ik begin graag met vraag 1. En die vraag gaat over een nieuwe situatie. Namelijk die van 2 finales. En Daryl Mantel die wil graag weten wanneer de kaartverkoop begint. We kunnen zeggen, de kaartverkoop is inmiddels begonnen. Op 17 april, zaterdag. Met name voor onze seizoenkaarthouders. En voor de overige clubkaarthouders zal dat woensdag 21 april plaatsvinden. En het is natuurlijk geweldig om zoveel mogelijk supporters in het stadion te krijgen. Op dit moment zijn er in totaal al meer dan 25.000 kaarten verkocht. Dus wees er snel bij. Vol is vol. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als we door onze goede supporters ook in deze wedstrijd weer geweldig ondersteund worden. Vraag 2. Dat komt van Ron Fabriek. Komen voor de supporters die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen nog videoschermen te hangen in de arena? Ik wil daar even op 2 manieren. We hebben natuurlijk eigenlijk 2 feestjes voor de boeg. We hebben en de bekerfinale nog te gaan. En we hebben nog de laatste wedstrijd uit NEC. We zijn bezig om te kijken of dat kan. Onze voorkeur heeft het natuurlijk om hier met heel veel mensen, terwijl wij aan het voetballen zijn, dan wel in Rotterdam, dan wel in Nijmegen, om hier de videoschermen neer te hangen. Dat hangt af van de beschikbaarheid van de arena, de mogelijkheid om het op zo'n korte termijn allemaal te regelen. Maar onze voorkeur gaat er natuurlijk wel naar uit om er ook een feest van te maken. En ook als onze jongens beide keren hopelijk met 1 keer de beker, de andere keer met de schaal terugkomen in dit stadion. Dat we hier zitten als echte supporters van Ajax. En dat we een ongelooflijk feest mogen vieren. Dus we zullen er alles aan doen om dit mogelijk te maken. We houden je op de hoogte. Kijk op onze website regelmatig. Dan zul je zien wanneer we het allemaal voor elkaar hebben. En wanneer jullie eventueel toegangsbewijzen kunnen halen, krijgen. Dan wel of er vrij toegang zal zijn voor dat evenement. Een volgende vraag is van Jelte Wiemer. En die zegt, er is heel veel aandacht voor supporters die zich misdragen. Komen er eigenlijk nog wel normale supporters naar het stadion? Nou, laat ik 1 ding zeggen, Jelte, in dit geval. Als je kijkt naar het afgelopen seizoen, hebben we een geweldig publiek gehad hier in de arena. Geweldig ondersteund. Het is elke wedstrijd, 17 thuiswedstrijden lang, een enorm feest geweest. We hebben ook geweldige resultaten behaald. Historisch goede resultaten, maar 4 tegengoals in 17 wedstrijden. Wat toch een unicum is. En ook het aantal voorgoals was geweldig. Maar ook de supporters zijn daar zo belangrijk bij. En met name, en of we dat nou gewone supporters of supporters noemen, we hebben ons ontzettend ondersteund. Je ziet ook dat in het stadion en om het stadion het hier altijd rustig is. Families die komen, die op een rustige manier een plek kunnen innemen. En onze spelers een hart onder de riem kunnen steken. Maar ook buiten het stadion, ik moet ook zeggen, naar uitwedstrijden ben ik ongelooflijk trots op wat ik zie gebeuren. Op een hele rustige manier, via de bus of via een trein, vervoeren we onze supporters. Je bent in een uitvak toch altijd dat je wat langer moet blijven zitten. Nou, het gezang gaat na een wedstrijd altijd langdurig door. Dus ik kan je echt met het hand op mijn hart garanderen dat in het afgelopen jaar het bijzonder goed is geweest met onze supporters. En ik hoop dat ik ook op die steun in de toekomst van onze supporters mag rekenen. En dat jij daar één van wil zijn. De volgende vraag is van Sietse Vermeer. En die vraagt, is Ajax extra gemotiveerd om tegen Feyenoord te spelen na de wanvertoning van afgelopen week door Feyenoord? Ja, ik wil dat nuanceren. We weten allemaal de belangen die er op wedstrijden zitten. De enorme mediadruk en het ene team zal er wat anders mee om kunnen gaan dan het andere team. Ik vind dat we altijd met respect met onze tegenstanders om moeten gaan. Ik denk dat het naar Feyenoord toe nog een stukje extra is. We hebben hele goede banden met het Feyenoord bestuur. Er wordt op een hele normale manier met elkaar gecommuniceerd. Ook de spelers onderling hebben een prima band. Gaan goed met elkaar om. Zullen met respect de wedstrijd spelen. Waarbij ik natuurlijk wel zeg dat we er alles aan zullen doen. De spelers in ieder geval. Om Feyenoord met een behoorlijke achterstand naar huis toe te sturen. En dat het alleen een kwestie van ophalen van de beker in Rotterdam zal zijn. Maar het moet wel met respect gebeuren. Maar ook met respect mag je met heel veel goals verschil winnen. Dus laten we ervan uitgaan dat we dat ook zullen doen. De slotvraag vond ik de mooiste vraag en heb ik om die reden ook tot het einde bewaard. Hij is van Gert-Jan Termeitelen. En is het waar, vraagt Gert-Jan, ja, je ziet dat ik er al een beetje om moet glimlachen, omdat ik me zo begrijp dat je het vraagt met alle media dingen die er zijn geweest. Maar is het waar dat Ajax bijna failliet kan gaan
aan het betalen van de kampioenspremie. Wij zouden niet gelukkiger zijn dan dat we die kampioenspremie mogen betalen. En natuurlijk is het weer een behoorlijke uitgave, maar we zijn zeer dankbaar als dat mag. En wees gerust, we zullen er zeker niet aan failliet gaan. Het is allemaal geregeld, we zijn er helemaal klaar voor. Dus ga ze niet tegenhouden, onze spelers, want ze mogen gewoon kampioen worden. Er zal niets gebeuren. En natuurlijk daarachteraan ligt dat we dan de Champions League inkomsten zullen krijgen. Dus bottom line, zoals dat in zakelijke termen houdt, houden we er heel veel geld aan over. Dus laten we in godsnaam duimen en onze ploeg blijven ondersteunen. En dat we met z'n allen kampioen willen worden. Die laatste wedstrijd op 2 mei, wij bij NEC uit. Want wij zijn ervan overtuigd dat NAC in Breda een aantal punten van onze tukkers zal af gaan pakken. Dankjewel.